Hey jongen, hier is Mansi en ook Eems 23. Ik ben Ronald en ik ben heel erg bedroefd. Ik moet een beetje huilen, want dit is de laatste aflevering van Drupsu Seizoen 1. Ik ben zo treurig om zo'n leuke serie. Nee, maar in ieder geval, jongens, dit is dus de laatste aflevering van Drupsu Seizoen 1. En ik ga hierna niet met Seizoen 2 beginnen van de Drupsu. Nee, ik ga hierna Lego Star Wars 3 doen. Dus ik kijk er echt enorm naar uit. Want naar. Misschien weten jullie het al wel, maar ik ben echt een enorme fan van al die Lego games en zo. Dus daar gaan we mee aan de slag zo gauw. Als ik denk Road to Gold af heb, want GTA 5 zit er ook aan te komen. En ik wil daar echt wat ruimte voor hebben, want dit is over 2 weken volgens mij komt GTA 5 uit. Dus dan gaan we daar eerst mee aan de gang. En dan komt, weet ik veel, een maandje later of zo, ergens in oktober of zo. Gaan we denk ik beginnen met Lego Star Wars 3. Want ik heb dus Crysis 3 die ik af wil maken. Ik heb Road to Gold die ik af wil maken. En dan wil ik echt vooral hardcore gaan met GTA 5. We gaan streamen, we gaan multiplayer, we gaan singleplayer. Het wordt helemaal awesome. Dus september wordt zeg maar een GTA 5 maand. Dan komt het denk ik in oktober. Dan die Lego Star Wars game aan. Dat lijkt me enorm cool. Nou, dan komt er in november natuurlijk Call of Duty Ghost uit. Dus die gaan we dan doen. En in december wordt het Minecraft maand. Dan gaan we heel, maar dan ook echt heel veel Minecraft doen. Dan gaan jullie geen GTA 5 meer zien voorlopig. In ieder geval in de maand december dan niet. Dan gaan we alleen maar Minecraft doen in principe. Dus ik kijk er echt enorm naar uit. Maar goed, daar hebben we het allemaal niet over. We gaan die zoom maar eens even op. Staat een Durpsoen nummer 1. Let's go. En ik ga misschien nog wel eens een keer wat weer doen met de Durpsoen. Dat doen we dan Durpsoen Season 2. Ik ga dan iets met de dieren downloads doen en zo. Want je kunt allemaal extra's downloaden voor in je dierentuin. Waaronder dieren, hekken, gebouwen. Alles wat rotzooi en het is echt super episch. Je kunt complete Jurassic Park packs downloaden. Waar je echt die auto's en die poort en al die dino's helemaal hebt en zo. Die echt gewoon fucking realistisch zijn. Dus misschien ga ik dat wel doen voor Durpsu Seizoen 2. Gaan we goed Jurassic Park maken, zeg maar. Maar dat zien we allemaal wel. Maar goed, ik ga jullie eerst maar eens even een overview van de zoo geven. Nou, in ieder geval, dit is dus alles wat we in de afgelopen was. 20 episodes hebben gemaakt ongeveer. Ik weet het exacte aantal niet. Maar we hebben van de mastodonten zo helemaal rond gaan naar binnen. Hebben we hier naar de mastodonten dus. IJsberen, fenneken. Ons desert gedoetje. Dan hebben we Deodigrussen. Dan hebben we Silentiaanse dwergolifantjes. Als ik het überhaupt goed uitspreek. Triceratopsverblijf. Ons savanneverblijf. Het lijkt alsof er minder dieren is. Maar dit zijn de oorspronkelijke dieren. Het mannetje en het vrouwtje. Het broedpaar in principe. Dan hebben we hier nog reuzen. Luiaards, T-Rex attractieding, wolf. Ik moet even een extra wolf erbij doen. Het hoeft nou eigenlijk niet meer, maar dat had ik in principe moeten doen. Nou, dan hebben we hier nijlkrokodillen, witte haaien, rifgebeuren, jaguars, de speeltuin, koala's, bevers, dodo's, panda's, linksen. En wel, dan hebben we hier nog een plein en dan hebben we hier nog een klein plein. Laten we maar eens even gaan kijken wat het allemaal inhoudt. Goed, dan gaan we hier beginnen. Hopelijk lijkt het niet te veel. Als het enorm lijkt, ik kan er niks aan doen. Ik heb niks met mijn computer draaien, maar ik run nu al 23 fps. Dat komt omdat de dierentuin zo vol zit, zeg maar, met al die dingen en zo. Dan gaat het gewoon lekker. Zelfs mijn computer lijkt. Nou, dat wil wat zeggen. Eens even kijken. Goed, guest mode. Dan krijgen we enorme lag spikes. Oh mijn god, 13 fps, 11 fps, 10 fps. We laten het even laden en dan kunnen we nu hopelijk wat gaan doen. Want dit soort soorten vreet gewoon echt enorm veel van jouw geheugen en zo. Dus even kijken. Oh, het lijkt echt fucking hard. Oh my god. Nou, in ieder geval, dit is dus het hoofdplein. Ja, het begint nou wat beter te worden. Maar goed, hier hebben we dus het hoofdplein. We hebben hier wat kraampjes, wat standbeelden en zo. We hebben hier ook, kraampjes dus. En tafels. Waar de mensen kunnen zitten. En hebben we hier pinautomaat. Zo'n headset ding is altijd wel grappig. En ik ga niet als een vastlees doen, maar ik ga jullie een beetje globaal laten zien. Nou, hier hebben we het, ik moet niet zeggen een verblijf, maar het gebied voor de verzorgers. Al die ballonnen van 250 euro per stuk. Eens even kijken. Maar goed, kijk, nu run ik echt wel beter FPS. Oké. Maar goed, hier hebben we dus alle verzorgers. Waarom die zo raar zit, dat weet ik niet. Eens even kijken. Oh, er komt een lijk weer. Holy kut. Wauw, echt gewoon zoet en cool. Geweldig spel dit. Oh mijn god, dat lijkt. Oh mijn god, kijk, die mensen hebben dus ook helemaal dat ding op. Dat is echt wel gewoon lijp. Nou, hier hebben we de souvenirwinkel. Dit is echt ook wel cool. Zo'n heel insecten ding. Dat is echt een fucking grote spin. Ik weet niet of je hem kunt zien. Oh mijn god, wat is dat ding lelijk. Dan hebben we hier schorpioenen.
Niet dat kind met die tumor. Ja, godsam. En gewoon, ik kwam altijd in mijn video's een kind tegen met een tumor op zijn kop en een tumor op zijn hand. En het is dit ding is het steeds. Eens even kijken. Goed, nou, dan wordt de tor daar. Oké, okay. En dit is die spin weer. Oké. Okay. Goed, wel, dan gaan we eens maar naar de mastodonten. Eens even kijken. We hebben hier allemaal van die leuke huisjes en afkappertjes neergezet. Hier hebben we dus weer van die eet-vreet-kraapjes of zo. Want wel, hier is de mastodont safari. Eens even kijken. Gaan we daar maar eens even in. Ja, dit is Pieter, de dino-dansgeval-ding. What the fuck, dat ding is gewoon spastisch. Oké, goed. Ja, hallo, ik wil in de auto. Ik wil in de auto. Auto, auto. Ik wil in de auto. Auto, auto, auto. Oké. Okay. Maar goed, we gaan dus nou even bij de mastodon te kijken. Ik ga niet helemaal in het verblijf lopen, maar we gaan even met de jeep. Dus ja, tjoek, tjoek. Oh mijn god, en ja, die mastodonten die kunnen dus ook verven, want nou ja, het zijn mammoeten. Nou ja, mammoeten, het zijn olifanten, zeg maar. Ik vind het zo gehandicapt. Je hebt gewoon geen mammoeten hier. Nou, stop kring, ga ze er weg, maar we moeten er langs. Stomme scheidbeest ook altijd, godverdorie. Nou, eens even kijken. Dit was volgens mij een van de eerste verblijven die ik had gemaakt in de zoo. Het eerste verblijf was Dodo's, dus ja, supercool. Maar dit is, by the way, dan trouwens volgens mij ook de eerste serie die is afgelopen. Want ik heb Bloodstone Fest 5 nooit afgemaakt. Ik ga nog wel een keer een hele vlog-ding doen over de gameplan en zo. Maar ik had het hier wel even met jullie over hebben. En ondertussen dat we lekker door de Mastodon verblijf heen cruisen. Maar ik heb dus nooit Bloodstone Fest 5 afgemaakt. Dat ik ja, niet verder kwam, zeg maar. Oh, maar god, moet je die meters zien, te pixelachtig. Maar ik dwaal af, dus ja, maar in ieder geval. Ik heb dus nooit de kans gehad om Blue Star Fans 5 af te maken. Ik heb ook nooit de kans gehad om er een finale van te doen. Want nou ja, het was echt gewoon hardcore op dat moment bij Shadow Games 23. Met al die video's en al die andere shizzle, de benissel. Dus ja, ik heb het nooit afgemaakt. Ik baal er wel van, maar ja, het is niet anders. Dus misschien ga ik ooit nog wat doen met Blue Star Fans 5. Ik weet het niet. Maar laat eens achter jullie comment, jongens. Wat zouden jullie willen als ik weer iets met Blue Star Fans 5 ga doen? Misschien multiplayer, misschien dit, misschien dat. Laat het even achter in de comments. Zouden jullie het leuk vinden als ik Blue Star Fans 5 weer ging uploaden? Zo ja, wat willen jullie dan dat ik met Blue Star Fans 5 ga doen? Maar goed, we zijn ondertussen aangekomen hier. Eens even kijken. Zo, oké. Okay. Oh mijn god, we hebben die mensen met tumors. Oké, snel weer hier. Oké, goed wel. Gaan we de ijsbeer maar eens bespioneren. Oh, hallo meneer de ijsbeer. Of ben jij mevrouw de ijsbeer? Ik weet niet wat jij bent. Je bent in ieder geval heel lelijk. Dus even kijken, hoeveel ijsberen hebben we hier? Oh, lag, 12 fps. Even kijken, daar zijn er 2. 4 ijsberen hebben we. Oké, dat is wel cool. Dus even kijken. Maar ja, laat even achter in de comments, jongens. Wat is jullie favoriete verblijf? Wat ik ja, heb gemaakt, zeg maar. Je kunt de episode terugkijken. En oh mijn god, een eekhoorn. Nee, oh mijn god, knallenbabbel. Nee, maar jullie kunnen ook gewoon ja, aan de hand van wat ik jullie nu laat zien beslissen wat jullie favoriete verblijf is. Oh mijn god, weer tumor, mensen. Nee, 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 geen tumors. Ach, zo droog. Ik ga er nu mee ophouden. Oké. Eens even kijken. Goed, wel. Oh ja, hier hebben we dat desert. Hè. Laten we daar maar eens even toe gaan. Eens even kijken. Lek, oké. Echt, ik kan niks aan doen, die lage FPS. Het is onmogelijk om daar wat aan te doen, jongens. Ik heb alles in mijn computer al uitstaan. Ik run nou wel redelijk, maar schouw als ik hierheen ga. Oh my god, frame drops. Maar ja, hier gaat het gewoon meteen weer omhoog. Dus ja, nou, hier hebben we van die Sable Orc dingen of zoiets. En ik ga nu even een bal tegen die verzorger aan dumpen. In je bakjes, jongen. Oh ja, oh, I love it. Okay. Hier hebben we schildpad. Ik noem hem Shelly of zoiets. Ja, Shelly heet die toch? Of was dat andere beest Shelly? Hoeveel van die Sable Orcs dingen hebben we wel niet? Oh ja, we hebben ook nog dromedarissen. Kijk, die liggen dus helemaal mooi onder de bomen zo. Dat is super cool. Eens even kijken. Goed, want nou moeten we volgens mij even naar die krokodillen. Want dat staat volgens mij als het volgende ding op het lijstje. Eens even kijken. Ik heb nog lang niet al mijn oh mijn god, met u mag. Nee, oké. Oh mijn god, dat is in die lelijk. Oh mijn god, spastische kat. Nee, maar ik heb dus al redelijk wat challenges volbracht. Het is hier alleen niet nog allemaal. Dat is misschien ook nog wel een idee voor seizoen 2. Zouden jullie willen dat ik met ja, geld en zo ga doen? Weet je wel, een soort van uitdagingsding. Dat we met geld gaan werken en zo. Dat we dan een zoo gaan opbouwen. Dan wordt het langer. Dus ja, zouden jullie willen dat ik dat ging doen? Of zouden jullie willen dat ik ook compleet crazy ga met die downloads? Laat het even achter in de comments, jongens. Maar ja, dan moeten die downloads mij wel goed gezet zijn. Want voor zover ik weet, kreeg ik de zo niet meer voor elkaar. Maar ja, een vriend van mij die weet dat allemaal. Dat was ook die kerel waar ik de laatste dual commentary mee had gedaan voor Zoet Tycoon. Dus ja, eens even kijken. En dat ging best wel goed eigenlijk. Oké, wel. Nou, gaan we eens even kijken. Oh mijn god, een cadeau. Is dat voor mij?
Even kijken, wat de fuck is dat nou? Heeft zo'n ding op zijn hasses. Het is ook echt handig om met krokodillen te gaan zwemmen, hè. Hé, hey, je kunt de zoetekoet ook onder water. Dat is echt super cool. Eens even kijken. Maar goed, we moeten een beetje fort gaan maken, want ik kon niet te lang neuzelen. Eens even kijken, waar is de uitgang? Uitgang! Oh, oh my god, baby krokodil. Ruus en Luiaard 4 wil zich voortplanten, maar kan geen partner vinden. Ja, dat is... Ja, maar voor hem, dat doet hij maar met zijn moeder. Of met zijn vader. I don't give a fuck. Ik heb nog genoeg van die seiks halen. Even kijken, goed. Oh my god. Goed, wel, we gaan nu maar eens even hier naartoe. En dodo's, jee de dodo's. Dodo's. Halleluja, mijn favoriete dieren in Zoetekoen 2 zijn de dodo's. Kijk, ze hoeven voor mij helemaal geen mammoeten terug te brengen, want ze hebben onlangs zo'n helemaal bevroren mammoet gevonden met vlees en haar en alles er nog aan. Maar, dus ze kunnen in principe normaal moeten klonen, gaan ze er ook mee bezig en zo. Alleen, ik heb daar gewoon zoiets van, jongens, what the fuck, waarom doen jullie geen dodo's? Ga op zoek naar een dodo in ijs. Het is gewoon, ik wil gewoon... Oh, zielig, arme bever. Nee, nee, maar ik wil gewoon een fucking dodo gewoon in mijn achtertuin hebben gewoon. Omdat het gewoon cool is. Ja, helemaal bam. Even kijken, wat is dit? Oh ja, dit is het linkse verblijf, of niet? Of was dit een panda, koala ding? Ja, dat was panda's. Ja, oké. Ik wist dat het iets met panda's, koala's of linksen was. Maar goed, hier hebben we Bruintje Beren. Nee. Yogi weer. Nee, oké, dus dit is Ying en dat is Yang, klassieke panda naam. Zeg jongens, laat eens even achter in de comments, is panda zwart met wit of wit met zwart? Dus ja, dat is de quest voor vandaag. Oké, dit even vullen zo. Dus even kijken, goed wel, speeltjes voor die beesten. Goed wel, la 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 la. Ik weet dat jullie hadden waarschijnlijk een heel spektakel verwacht en zo, van die epische muziek eronder en alles. Maar nee, jammer dan, dit is wat jullie krijgen. Ik heb wel meer te doen vandaag. Eens even kijken, goed. Hier gaan we, by the way, het riff in. Dus ja, kijk, moet je veel eraf schoonmaken. Goed, we gaan... Oh nee, dit is de haaienverblijf, oké. Nou, haaienverblijf. Oké, nou, kijk eens hoeveel haaien we hebben. Oh mijn god, gigantisch. En ja, hier is de Flying Dutchman ten onder gegaan. Dus ja, allemaal heel jammer zo, maar ja, Davy Jones en Locke, die ligt hier nog wel ergens, even kijken. Waar is hij? Oh, kijk, ja, gevonden hier, Davy Jones en Locke. Oh mijn god, er zijn allemaal goud in. Oh. Nee, maar lekker een beetje Porsche meer, laat ik maar. Eens even kijken, goed. Kan ik dit, kon ik wat afvuren? Nee, oké. To the sunlight and the waves. Zwem, 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 zwem. En die haaien kunnen het hier allemaal heel goed vinden, want nou ja, haaien zijn gewoon lauw. Dus ja, is logisch. Eens even kijken, goed, wel, waar moeten we heen? Oh ja, daar is die ladder, hè. Oh mijn god, die FPS, wat een scheidsoor. Als ik gewoon ga vliegen, zeg maar, dan heb ik lang niet zoveel last van, man. Het is allemaal 3D dit, hè. Dus dat moet allemaal geladen worden en zo. En zelfs met mijn Boss OP ultra coole hypermoderne computer lijkt het gewoon. Dus ja. Eens even kijken, we gaan nu even de Fenneken bezichtigen. Dus ja. Hopelijk laat ik jullie de verblijven een beetje goed zien. Eens even kijken. Oh, Chihuahua. Chihuahua, hallo. Je bent een schatter. Hoe ben je een schatter? En wat een kuthond. Ja, bam en zo. Goed. Oh, we gaan een babyhond. Er is van meer nodig dan een plakbandje om bij dat beest alles weer vast te krijgen. Goed, maar in ieder geval, we gaan even verder. Genoeg van mijn sarcastische grappen. Wij gaan gewoon eens even kijken. Zullen we nou even het rift gaan bekijken? Ja, lijkt me wel leuk. Oh mijn god, nu hebben we die downies hier. Gewoon doen alsof ik ze niet zie. Gewoon negeren, gewoon negeren. Dan gaan ze zelf weg. Dit is by the way dat verblijf nog met die...